Beste kijkers van de lokale omroep Goorlen, mijn naam is Jan van Eyck. In het blokje Logarchief neem ik u deze keer mee naar de Pelikaan Tennishal. Ik sta hier bij de Pelikaan Tennishal. Henk Pelikaan, geboren in 1910 in Leerdam, ging bouwkunde studeren aan de leergangen in Tilburg en bleef daar hangen. Hij ging werken bij Struiken, aannemersbedrijf, maar begon ook al gauw zelf een bouwbedrijf. Hij maakte zich erg verdienstelijk in de utiliteitsbouw, zoals dat heet. Het bouwen van scholen, het bouwen van zwembaden, gemeentelijke gebouwen, etc. Henk Pelikaan komt in 1965 te wonen op de hoek van de Relaarse Baan, de huidige Relaarse Baan en de Tilburgseweg. Het Pelikaanhoekje, zegt men ook wel eens in Goorlen. Hij bouwde daar 4 huizen voor zijn 3 kinderen en voor hemzelf met een tennisbaan. Henk Pelikaan was een begenadigd voetballer. Hij heeft ook bij Longa, Willem II en weer bij Longa gespeeld, dat is rechtshalf. Hij heeft in het Nederlands elftal gespeeld. Het was een erg sportieve man. Na die voetbalcarrière ging hij ook tennissen. En zijn droom was het bouwen van een groot sportcentrum, een tennissportcentrum. En dat heeft hij hier kunnen verwezenlijken. In 1975-76 bouwt hij deze hal. In 6 jaar stampt hij die uit de grond. Met veel medewerking van de gemeente Goorlen, die daar best trots op was. Met veel medewerking van burgemeester Van de Wildenberg, die zelf sportleraar was en graag tenniste. Het is een geweldig experiment geweest, maar ook een erg geslaagd experiment. Deze week bestaan ze 40 jaar. Ze vieren in ieder geval nu deze week het 40 jaar bestaan van 76, 77 af. Men begon hier met 3 grote hallen met 9 binnenbanen, ongekend. Met 12 buitenbanen voor tennissen en dan ook nog 4 squashhallen. Nou ja, het heeft hier eigenlijk heel goed gedijd. Tom Okker, John McEnroe, Björn Borg zijn hier komen tennissen met veel publiek, Nederlandse kampioenschappen gehouden. Nu is het steeds meer geworden tot een fitnesscentrum en een tenniscentrum. Ook Pelikaan Wheels, voor gehandicapten met rolstoeltennis, speelt men hier met een vrij grote kring van 25 leden. Ik kom hier ook sinds afgelopen januari en kom hier dan fitnessen. En ik kan u zeggen, als ik hier om 8:30 aankom, dan staan hier al 40 auto's of fietsen. Dan zijn er al de eerste 30 mensen zijn al klaar en die gaan naar het werk en hebben eerst gesport hier. Fitness is tegenwoordig een veelgehoorde en veelgebruikte methode hier. En de kreet van Pelikaan nu is ook een hele mooie. Man is made to move. En dat moet u niet vertalen door de man is geboren om te bewegen. Nee, de mens. Want er zijn hier net zoveel vrouwen die hier 's morgens en overdag komen sporten dan mannen. En dat is maar gezellig ook. Veel kijkplezier met deze band over 40 jaar. Van 40 jaar geleden de opening van het Pelikaan Tenniscentrum. Meneer B. Jawel. Mevrouw, meneer Pelikaan, dames en heren. Als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Land Tennisbond kunt u wel begrijpen dat ik hier sta met een gevoel van enorme trots, blijdschap, dat we een dergelijke accommodatie hebben gekregen, waardoor het hier speciaal in het district Noord-Brabant mogelijk zal zijn nog meer aandacht te besteden aan de beoefening van onze fraaie sport. En dan wel in een accommodatie die zijn vergelijking, ik moet het eerlijk zeggen, in Nederland nog niet heeft.
En ik ben ervan overtuigd, en ik weet uit ervaring, dat er ook in buitenland weinig accommodaties zijn zoals hier uit de grond is verrezen. En dat in zeer korte termijn, zeer korte tijd. En ik geloof wel dat ik kan zeggen dat we dit initiatief toch ook weer te danken hebben aan de heer Henk Pelikaan. En ik bij mezelf zeg altijd maar, ik ben blij dat hij niet zijn hele leven is blijven voetballen. Maar dat hij dan toch ook aandacht aan de tennissport heeft gegeven, waardoor wij deze schitterende accommodaties in Nederland hebben gekregen. Ik weet dat de heer Pelikaan tijdens een spel nog wel eens een zekere felheid kan ontwikkelen. Maar ik begrijp nu ook dat deze felheid nodig is geweest, want zonder deze felheid in zijn karakter had hij dergelijke prestaties niet kunnen leveren. Ik wil hier niet te lang blijven staan, er zullen nog meer sprekers volgen. Ik wil u wel zeggen dat ik Noord-Brabant, of liever gezegd de gemeente Goorle in het eerst, dan het district Noord-Brabant, maar ook in het algemeen de gehele Nederlandse tenniswereld, geluk... De broer van de bouwer van deze hal, Bas Pelikaan, zich voorgenomen niemand anders dan mij te laten spreken. En denkt u erom, ik zal er misbruik van maken. Ik begin overigens dan met iets wat ik gebruikelijkerwijs niet zou doen. Dat is een aantal mensen toch welkom heten. Waardoor eigenlijk het karakter van wat hier vandaag geopend wordt, gedemonstreerd wordt. Uit het feit dat wij hier oud-minister Struiken, lid van de Raad van State, in ons midden hebben met zijn echtgenote. Uit het feit dat wij collega Bonen uit Turnhout met echtgenote en dochter in ons midden hebben, blijkt het internationale karakter van deze hal, van dit centrum. Uit het feit dat diverse, moet ik misschien zeggen enigszins jaloerse, collega's hier aanwezig zijn, mogen blijken dat er nog vele gemeenten het oog op Goorle hebben laten vallen met het verlangen, ik hoop dat het gerealiseerd wordt overigens, ook nog eens zo'n hal in hun gemeente te kunnen hebben. Ik zou hen willen toeroepen, collega, geef niet op. Probeert wat Goorle geprobeerd heeft en doet datgene wat in Goorle mogelijk is gebleken. En hoe is dat mogelijk geworden? Het zijn ook onder u allen aanwezigen, met name door de heer Pelikaan uitgenodigde leden van de raad en van het college in Goorle, die nog niet zo lang geleden in de maand maart van dit jaar het besluit hebben genomen in het sportpark grond beschikbaar te stellen, te verkopen, om dit tenniscentrum, tennis- en squashcentrum, te kunnen gaan bouwen. Een uitstekend samenspel en een overtuigd zijn bij raad en college dat dit niet alleen voor Goorle een goede ontwikkeling zou geven, maar ook voor regio en misschien zelfs voor Nederland, heeft tot gevolg gehad dat in gemeentelijke termen gesproken een van grotere schaal is dan alleen voor Goorle, juist omdat hier van zeer jong tot zeer oud ervaringen worden opgedaan waar het tennisracket, het in de toekomst het squashracket, een belangrijke rol speelt. Maar als u zich laat voorlichten wat hier met name met jongere jeugd gebeurt, welke spel- en fantasievormen hier plaatsvinden, dan is dit een hal waar een stukje jeugdvorming tot zijn recht komt. Een vrije tijdsbesteding met een zeer zinvol karakter, op grond waarvan we zeggen, in Goorle en voor de regio, onze jeugd heeft hier een accommodatie bijgekregen die van geweldige importantie kan zijn, die vele mogelijkheden biedt tot een fijne uitgroei tot volwassenheid. Dames en heren, u begrijpt dat zo'n groot centrum, dat voor een kleine gemeente als Goorle boven de maat is. Dat realiseren we ons erg goed.
Tegelijk weten we dat de Goorlense jeugd, de Goorlense volwassenen, de Goorlense oudere mensen in deze hal toch wel erg veel mogelijkheden krijgen die er niet geweest zouden zijn als het centrum er niet zou zijn. En het stemt mij erg verheugd dat onder, dankzij goed contact van de sportraad hier in Goorlen, die op zijn beurt weer op uitstekende wijze de contactraad in Goorlen, waar sportverenigingen in vertegenwoordigd zijn, op de hoogte heeft gebracht wat een sneltreinvaart zal vanaf vandaag, vanaf volgende week, aan die zijde een zestal of misschien nog meer squashbanen gebouwd worden. En een jaar nadat begonnen is met de bouw, zal het totale centrum klaar zijn. Is dat nu de wedstrijdsport alleen, of is het misschien alleen de topsport die hier nagestreefd wordt? Nee, het is juist, als het ware, dat drie niveau gebeuren wat hier een plaats kan vinden. Het niveau van het recreatieve, het gezelligheidssportenbond verdubbeld in leden. Op dit moment duidelijk de tweede grootste bond in Nederland. Ver voor ligt de voetbalbond met ongeveer 900.000 leden. De tennisbond zal binnenkort zijn 300.000ste lid inschrijven. Maar een rekensommetje leert, als men kijkt hoeveel banen er in Nederland zijn, waar er dagelijks nog wekelijks van bijkomen, dat er meer dan het dubbele aantal mensen in Nederland tennist. Want een groot aantal mensen tennist zonder per se in die tennisbond lid te zijn. Een 500.000 ruim tennissers hebben we in Nederland. Duidelijk dus ook een aanwijzing om tot verdere uitbreiding van accommodaties over te gaan. En in dat groeiende tennissend Nederland is de provincie Brabant de grootste. Brabant heeft van de nu ruim 260.000 leden 35.000 leden ongeveer. Waarbij, en dat stemt tot geweldige verheugenis, ongeveer 50% al jeugd is. Ik hoop dat dit centrum in die ontwikkeling zijn bijdrage in grote mate zal leveren. Ik zou dit tenniscentrum nog willen openen met de vraag aan onze nationale kampioen Luc Sanders om aan gele zijde van het net te gaan staan. Dan zal de hal van de geopend zijn door een schot uit het kanon naar de kampioen tennis van Nederland. Dank u wel. Zijn hoofd koel en bracht de bal secuur terug. Foute eerste service van Hennis. Tweede service. Je militaire dienst en het tennissen, die combinatie. Ik heb bijzonder veel faciliteiten van de luchtmacht. Ik zit bij de luchtmacht. Ik heb hier nog vlak in de buurt een opleiding genoten in Gilserijen. Daarna ben ik overgeplaatst naar Ypenburg, waar ik dus nu nog zit. Nog 7 maanden ongeveer. Nou, ik kan niet anders zeggen dan dat men mij ongelooflijk veel medewerking geeft. Ik heb net 3 toernooien in Spanje gespeeld. En ik krijg veel gelegenheid om door de week veel te oefenen en dergelijke. En ik kan daar niet anders dan heel enthousiast over zijn, ja. Jullie hebben uiteraard vaak op overdekte tennisbanen gespeeld, hè? Hoe is nou jullie ervaring hier in deze hal? Wie wil daar wat over vertellen? Nou, doe het allebei maar. Okay. Is ook wel leuk. Nou, ik ben hier al 6 weken bezig natuurlijk. Ja. Ik moet zeggen dus dat ik geef dus hier ook les en wat ik qua les geef gewoon vreselijk gezellig is, omdat dus ook te belangrijk, omdat je dus naast je lesuren gewoon ook vrije tijd hebt, dat je gewoon gezellig kan vertoeven hier. En buiten dat is de baan natuurlijk van die aard dat je gewoon goed les kan geven. Ja, en dat is gewoon vreselijk belangrijk. Vaak heb je tennishallen die gewoon
wat die punten betreft gewoon tekortschieten. Ja. En Luc en jij, ik hoop dat je een beetje kunt horen wat Fred zojuist gezegd heeft. Het muziek die klinkt namelijk erg hard, maar ik zou graag jouw mening op willen horen. Nou, ik geloof dat iedereen hier ontzettend met heel veel plezier zou willen spelen. Je kan zien dat men bij de bouw hiervan deskundig te werk is gegaan, dat men oog heeft gehad voor details. Hè. Zoals bijvoorbeeld de achtergrond achter de baan is mooi donker, je ziet de bal goed afsteken, de afwerking is gewoon goed. Het is ontzettend gezellig in het restaurant. Het kort gezegd, de meest ideale ruimte om overdekt te kunnen spelen. Echt, benadert het ideale wel heel, heel sterk, ja. Jullie gaan de komende wintermaanden nog zwaar trainen, dat ga je ook hier doen? Dat gaan we ook hier doen, ja. Op de eerste plaats natuurlijk met de vereniging. Ik speel dus voor Tilburg. En daarnaast worden er wat wedstrijden gehouden van landenteams en nationale indoorkampioenschappen en zo. Dus er zal hier regelmatig tennis van behoorlijk niveau te zien zijn. Ja. Goed zo. Heren, als we nou een paar maanden terugkijken, een maandje of acht. Niemand was van iets op de hoogte. In juni wordt er gebouwd. Half september wordt de ruimte in gebruik genomen. En nu is ineens alles klaar. Hoe kan dit allemaal zo snel? Ja, dat is dankzij uw burgemeester met wethouders en uw gemeenteraad en uw sportraad. We hadden ons oog laten vallen op een stuk grond. En daar hebben zij in de kortst mogelijke tijd de mogelijkheid aan ons geboden deze plannen te ontwerpen, ja, in te dienen. En met verschillende voorwaarden gesteld door uw gemeente is het tot stand gekomen. Het is eenvoudig gezegd, het is natuurlijk iets langer. Maar wat uw gemeente gepresteerd heeft om het ons mogelijk te maken, ja, dat zul je in een andere gemeente meemaken. Nee. En dan rijst natuurlijk voor veel inwoners in Goorlen de hele brandende vraag van waarom hebt u specifiek Goorlen uitgekozen in plaats met ruim 13.000 inwoners? Nou, u weet dat ik sinds 2 jaar in Goorlen zelf woon. Ja. En dat dat toch wel een rol meegespeeld heeft. En mijn familie is ook grotendeels vertegenwoordigd in Goorlen. Bovendien is de regio Tilburg ongeveer 300.000 mensen. En dat in totaal was het verantwoord om dit sportcomplex te bouwen. Ja. Het is natuurlijk een complex wat, zeker wat Nederland betreft, erg uniek is. Als ik goed ben geïnformeerd, ook wat betreft West-Europa. Kunt u daar iets meer over vertellen? Nou, het is zo, er zijn enkele kranten geweest die gezegd hebben, het is het grootste in West-Europa. Dat is niet waar. Het is wel een van de mooiste van West-Europa. Ik heb vanmiddag ook nog enkele tennissers gesproken, die Europese tennissen, die zeggen ja, dit hebben we nog niet meegemaakt. Nee. En als daar die 8 scoresbanen bij komen, plus nog wat buitengelegenheid, dan wordt het een van de mooiste centra van Europa. Ja, ja, dat toch wel. Heb u nog plannen wat betreft de zomertijd, hè? Buitenbanen? Ja, wij zijn toch in onderhandeling met de gemeente Goorlen en met uw sportraad, omdat alles in volkomen overeenstemming moet gaan, de mogelijkheid voor buitenbanen, om die toch mogelijk te maken weer. Goed, meneer Pelikaan, ik dank u heel hartelijk voor dit gesprek en wens u ontzettend veel succes met uw plannen en de nabije.